In 1993 wordt Rode Kruismedewerker Greet de Vries uitgezonden naar het verscheurde voormalig Joegoslavië. Daar wordt ze kampmanager van Kazinci, een groot vluchtelingenkamp in het huidige Kroatië. Nu, ruim 20 jaar later, blikt ze terug op die tijd. Het ergste was niet de kou of de honger. Het ergste was niet de schaarste. Het ergste was niet eens de ontheming. Al die achtergelaten levens, nee. Het ergste, dat was de verveling. Eindeloze verveling die als een zee op iedereen beukte. Steeds opnieuw en zonder stoppen. Daar moesten we harder tegen knokken dan tegen al het andere. Niemand beseft dat. Kijk, als wij hier verdrietig zijn, dan zoeken we afleiding. Toch? We zoeken vrienden op. Duiken de kroeg in. Spelen muziek. Hun huizen waren verwoest, hun familieleden vermoord. Zij hadden een verdriet dat dag en nacht aan ze vrat en ze hadden niets om hen daarvan af te leiden. Niets om dat verdriet mee te stelpen. Je zit in een krappe noodwoning met allemaal mensen die je niet kent, in een land waar je niet wil zijn en je moet dankbaar zijn dat je in die krappe noodwoning zit met al die mensen die je niet kent. In een land waar je niet wil zijn. En je weet niet voor hoe lang. Misschien wel een jaar. Misschien wel altijd. Een mens kan een hoop hebben hoor, echt. Maar dan moet je wel weten dat het eindig is. Dat het beter wordt. Die mensen in Kazinci wisten dat niet. En wij konden ze dat niet zeggen. Dus al snel werd ons belangrijkste doel om ze bezig te houden, om dat eindeloze wachten dan tenminste in verdraagbare stukjes te hakken. We richtten een kampcomité op, door de vluchtelingen zelf gekozen vertegenwoordigers. We bouwden een school, we organiseerden activiteiten. Vrouwen kregen handwerkles, ze konden samen koken. Dat is echt een hoeksteen, samen maaltijden maken. En de mannen konden schaken of de krant lezen. En de jongeren die kregen Engelse les. We deden wat we konden en we kregen een hoop gedaan. Echt, echt waar. Maar je moet je geen illusies maken. Het zijn pleisters voor schotwonden. Weet je wat me nog het meest verbaasd heeft? In die anderhalf jaar dat ik daar zat, hebben we 1 zelfmoord gehad. 1. Dat is minder dan ons landelijk gemiddelde. Je moet het daar toch samen rooien uiteindelijk. En dan kun je niet omvallen. Want als omvallen eenmaal een optie wordt, hoe moet de rest zich dan staande houden? Ze probeerden maar zo min mogelijk te voelen. Ze hadden hun verdriet en hun woede opgevouwen en weggestopt. En staarden strak en stil naar de grond. 23 jaar geleden dat ik daar was. Maar die blik, die zie ik nu weer bij de huidige vluchtelingen. Die blik die nog wel kijkt, maar die niks ziet. Als ik die blik zie, dan ben ik in 1 klap weer terug. Die eindeloze verveling. Dat is wat mensen niet zien, hè? Ze zien de aankomst van vluchtelingen. Ze zien misschien af en toe beelden uit het kamp. Maar ze zien niet die bittere grijsheid. Die verstikkende monotonie. Daar krijgen ze niks van mee. En dat snap ik ook wel. Hoe zouden ze dat moeten zien? Maar het zou helpen. Als we af en toe eraan herinnerd worden dat deze mensen hier niet zijn omdat ze dat willen, maar omdat ze echt, echt niet anders kunnen. En dat wij dat niet mogen vergeten.